de eerste nacht, nadat Milan het heeft uitgemaakt met mij, heb ik geen oog dicht gedaan. Ik had ook mijn gsm uitgezet. Ik had geen zin om met iemand te babbelen of te chatten. Hey. Hey. Het was leuk, hè, deze middag? Zalig. Jij kunt echt goed kussen. Ik heb het geleerd van de beste. Nee. Jij bent echt een natuurtalent. We hebben gekust. Echt? Met de tong of wat? Ja, nee. En wie is er begonnen? Ik heb mij teruggetrokken. Ja, dat is niet slecht, hè. Je moet de jongen niet altijd zijn goesting laten doen. Laat hem maar wel wachten, dan wordt hij nog zotter van u. Ik wil gewoon dat jij speciaal bent. Je bent tenslotte mijn allereerste lief. Ja, jij bent niet mijn allereerste lief, maar wel mijn allerlaatste. Ja, ik bedoel, ik zie u graag en ik wil voor altijd bij u zijn. Meent je dat niet? Dan moet ik het bewijzen. Bewijzen? Huh, wie is die jongen? Gewoon een vriend van school. Vriend van school? En hoe noemt die vriend en hoe oud is die vriend? Hij heet Milan en hij is 16 jaar. 16? Dus 2 jaar ouder als jij. Zie je mij graag? Tuurlijk. Ja, maar echt graag. Maar dat weet je toch. Dan doe jij dat voor mij? Oké. Maar eerst een gewone, hè? Oké. En? Dat is een hele reeks, of wat? Daar zou ik wel eens willen opzitten. Ik zette mijn gsm aan. Om hem een berichtje te sturen. Maar het eerste wat ik zag... was die foto. Zonder iets. 300 keer gedeeld. En dan al die vuile commentaar. Bitch. Fuck girl. Die kan me krijgen. Kun je nog lager die... zakken? Je hebt amper titel. Ga achter de venster gaan staan. Fucking bitch. Fuck girl. Slet. Kutwijf. Autist. Het was van de school. Ik wist het niet. Had ik het allemaal geweten. Ik stond daar helemaal alleen. Zonder iemand.